Er is in Suriname geen plaats meer voor het recht van de sterkste, zei Deo Sharman, ondervoorzitter van de Nationale Assemblée. Vandaag op de derde en laatste dag van de Academische Week 2024, georganiseerd door DNA. Sharman benadrukte dat het belangrijk is dat Suriname als onafhankelijke staat werkt aan een nieuw burgerlijk wetboek. De ondervoorzitter benadrukte ook dat gezien de diversiteit van ons land, het van eminent belang is dat elke groep zich terug kan vinden in het nieuw burgerlijk wetboek. Deze wetsinstrumenten, hoewel groot in omvang, verenigen de samenleving gekenmerkt door een grote diversiteit aan culturen, verschillende bevolkingsgroepen, geloofsovertuigingen, gebruiken en gewoonten. Zij regelen namelijk onder meer de rechten en plichten van alle burgers vanaf het leven tot aan de dood. Het bestaan en ontbinden van rechtspersonen. Zij maken duidelijk wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van afspraken, wanneer en hoe rechten ontstaan en hoe rechten geëffectueerd kunnen worden. Dit zijn allemaal gebieden waarin we elkaar van mening kunnen verschillen en dat moeten we in goede banen leiden ter voorkoming van eigenrichting. Sharman gaf verder aan dat DNA ernaar streeft om voorspelbaarheid van het civiele gedrag van burgers te bereiken in het nieuwe burgerlijk recht. Dit wordt gedaan door het gebruik van duidelijke taal in het wetsontwerp en een zorgvuldig voorbereid memorie van toelichting. Dit bevordert de rechtszekerheid, meent Sharman. Goed dialoog voorafgaand aan openbare behandeling verenigt ons en reken dus af met aspecten waar verdeeldheid over zou kunnen bestaan. Er is in ons land geen ruimte meer voor het recht van de sterkste of diens wil. De resultaten die wij samen tot heden weten te bereiken zijn de vruchten van goed dialoog en ik reken erop dat dialoog ook hier goede vruchten zal opleveren voor de samenleving. Het traject om te komen tot het nieuw burgerlijk wetboek is nog steeds gaande, gaf Sharman aan. Het burgerlijk recht, ook wel civiel recht genoemd, regelt de verhoudingen tussen burgers onderling en tussen burgers en tussen burgers en goederen in Suriname. Het burgerlijk wetboek geeft burgers, particuliere ondernemingen en organisaties inzicht in hun rechten en plichten. De academische week is met deze derde dag officieel afgesloten.